Egmond was prominent aanwezig tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Ruim 20.000 mensen bezochten deze beurs. Onderdeel van de Dutch Design Week was de expositie Graduation Galleries, waar Pablo Lucke zijn afstudeerproject toonde. Nou, ik kom in eerste instantie uit Roermond, dat is denk ik het belangrijkste. Ik kom uit een kunstenaarsgeslacht, ik ben de zesde generatie en dat is misschien wel een leuk gegeven om te vertellen. In 1973 hebben mijn ouders elkaar leren kennen en toen waren eigenlijk de drie grote Pablo's overleden. Dus dat was Pablo Picasso, Pablo Neruda en Pablo Casal. En toen vonden mijn ouders de tijd voor zo'n leuk gegeven dat ze iets hadden van, ja, dus tijd voor een nieuwe Pablo. Mijn broer die zit nu bijvoorbeeld ook in het eerste jaar van de Design Academy. En het gaat eigenlijk zomaar door. Mijn oom is beeldend kunstenaar, mijn vader is vormgever, grafisch ontwerper. En mijn opa heeft in de tijd in Roermond de kruiswerkstaties gebeeldhouwd. Dus het zit eigenlijk allemaal, het zit eigenlijk een beetje in het bloed. Ik heb het van het jongs af aan tot me gekregen en ik ben nooit meer losgelaten. Kun je wat vertellen over je afstudeerproject? Nou, we staan hier nu voor mijn project Droomschrift. Droomschrift is een reeks stof cartooneske dessins die eigenlijk ontstaan zijn vanuit het gegeven van een telefoonkrabbel. Nou, hoe kwam ik daarop? Ik was aan het bellen en ik was aan het tekenen en ik zag dat er eigenlijk allerlei patronen en dingen uit voortvloeiden. En ik dacht op dat moment, dat is eigenlijk wel een heel mooi gegeven dat je op zo'n manier eigenlijk onderbewust eigenlijk steeds nieuwe dingen verzint waar je eigenlijk nog geen verklaring voor hebt. Zoals Einstein het zei, van A plus B kom je bij C en C kan ik vooraf niet voorspellen. Dus ja, toen heb ik dat eigenlijk als uitgangspunt genomen om deze collectie stoffen te maken. Soms heb ik daar eigenlijk de stoffen in totaliteit overgenomen. Kijk, dit is bijvoorbeeld zo'n krabbel. Die is eigenlijk alleen diapositief gezet. Maar in andere gevallen kwam ik ook bijvoorbeeld zo'n vlindertje tegen. En zoals je ziet, kijk, heb ik die herhaald en heb ik daar een patroon van gemaakt. Die toch gewoon een heel mooi gegeven geeft. Ook een ander soort stof wat transparant is. Ook de pas afgestudeerde Tess van Hof uit Roermond was aanwezig op de beurs. Kun je allereerst vertellen wat we hier achter jou zien? Ja, dat kan. Ik heb balkons ontworpen voor verschillende type mensen. Het heet ook hokjesdenken en ik heb geprobeerd om mensen in hokjes te plaatsen. Juist wel, thinking in the box. En ik ben hiermee begonnen omdat ik in Parijs woonde en ik woonde echt heel anoniem. Ergens driehoog achter weggestopt. En elke keer als ik op straat liep, dan zag ik al die mensen die daarboven wonen. Waar al die vensters dus gewoon echt helemaal hetzelfde zijn. En ik wou hun iets aan de venster toevoegen, zodat je eruit kan komen. Dat je ziet dat er mensen wonen. En vandaar deze balkons. Ik kan ze wel uitleggen. De katrol voor de shopaholic die stiekem achterom alle boodschappen omhoog kan takelen. De serenade à la Romeo en Juliet. De windenergie voor de zuinigen. Bloembakken voor achter de geranium zitten, daar passen precies twee in. En dat is de voortvluchtige, die kan dan gelijk elk moment eruit. Nou, Second Shoes is mijn tweede afstudeerproject. Het zijn een reeks suggesties voor het op een andere manier verpakken van de traditionele schoen. Nou, we kennen allemaal de schoenendoos. Ik wil die schoenendoos ook niet gaan veranderen, maar ik denk wel dat voor kleine oplages of bijzondere modellen dat het leuk is om marketingtechnisch een mooi beeld voor de straat te hebben. Nou, zoals we allemaal weten is een verpakking zeg maar een verlengstuk van de identiteit. En ik wil daar met deze nieuwe idee voor het verpakken van schoenen op inspelen. Nu dat de studie van de twee Roermondse designers is afgerond, kijken ze vol verwachting naar de toekomst. Ik ben nu bezig mijn eigen bedrijf in te oprichten. Dat is echt superleuk. Gaat heel langzaam, maar wel echt heel leuk. So we're getting there. Maar alle beginnen is wel moeilijk hoor. Maar het is sowieso echt een heerlijke tijd om echt te doen wat je wil. Ja. Maar wat moet ik me dan voorstellen? Wat wil je met je eigen bedrijf gaan doen? Ik heb publieke ruimte afgestudeerd hier. En daar doe ik eigenlijk niks mee, want ik doe nu productontwerp. Maar echt alles wat wij zelf kunnen maken, doen we samen met een vriendinnetje. Dat ontwerpen wij, ja. Van tafels tot lampen tot tasjes, echt alles. Zijn er bedrijven geïnteresseerd in wat je hier presenteert? Nou, ik merk wel heel veel interesse en er zijn veel mensen die mijn kaartje hebben meegenomen. Ik moet dus natuurlijk altijd afwachten wat er daar achteraf nog van terecht komt. Want kijk op mijn beurs, kijkt iedereen rond en ziet verschillende dingen. Maar de reacties zijn zeer goed. Het is zelfs zo erg dat afgelopen dinsdag mijn boek gestolen is, waar al mijn patronen in stonden. Dus ik hoop eigenlijk dat het geen bedrijf is die de spullen op de markt wil brengen. En dat men eigenlijk op een andere manier dat toch probeert te doen. Maar laten we hopen dat het gewoon een verzamelaar is.